Maandagmorgen 8:30, station van Coer, komen en gaan van treinen en nu gaat het eindelijk gebeuren. Achter mij staat de trein waar ik mee zal gaan als treinbegeleider, of als begeleider van de treinbegeleider, zo kan je het misschien beter zeggen. En er zit een mooie lok voor, de 650, en dat is de UNESCO Werelderfgoed Lok. Daar is die speciaal voor geschilderd, maar de Bernina-baan, Tirano, daar waar we naartoe gaan, is namelijk werelderfgoed verklaard het afgelopen jaar. Dus van harte, reden je baan. Ja, dat gaat niet helemaal goed natuurlijk. We hadden al een kwartier weg moeten zijn. Ja, dat is nogal wat. We staan inmiddels op een ander spoor, spoor nummer 13. En we gaan een hele andere route rijden. We gaan namelijk via Davao naar Filisoer en dan weer de normale route. Maar er staat een lokje voor, dus hij zegt, die haal je los en dan zet je een rij hem even om. Maar dat gaat niet gebeuren. Er moet een andere lok komen. En dat is de nieuwe lok. Oud baasje. Top overleg. Dat is met treinbegeleider. John. We gaan. Ja, het drankje moet natuurlijk wel verantwoord worden. Ja, ja.
werkplaats Esther Kamstad, officieel. Officieel aangeven. Ja. Ganz mooi. Ziet schön aus. Ist das ein Zwei-Strom-Lok? Ja. Genau. Ist schon etwas. Ja, das ist schon. Ich bin noch nicht so lange da. Nein, die sind potenziell. Muss ihr irgendwas etwas machen oder nicht, Hina? Ja, mach du nur. Ich ah, warte noch. Nein, es ist nicht. Ich denke, das ist die Bremsprobe. Jetzt ist die Bremsen los, gell? Jetzt gehe ich hier auf Bremsen. Dann sehe ich da auf der Seite, das ist die grünen Klappen. Jetzt sind die Bremsen gelöst. Sì, ma adesso sta lì, no? Sì. Vedo adesso il tuo posto. Sì, sì.